als familievloggers. En je ziet het, we zijn druk onze jas aan het aandoen. Want we gaan vandaag naar de kinderopening van Pathé Zwolle. Want we wonen ook in Zwolle. En hier hebben ze een super gave nieuwe bioscoop die ze hier hebben gebouwd. Ze zijn al heel... Oh, voor grote mensen. Ja, ja, maar het is een kinderopening. Ze hebben daar ballonnen en sminken en een luchtkussen. En daar mogen jullie gaan spelen. Super gaaf! Nou, we staan hier bij de receptie. Ja, VIP-ontmoeting met. Stel je even voor, onze kijkers. Mijn naam is Joost Grootings van Pathé. Welkom. We gaan jullie prachtige Pathé beleven. We zijn heel benieuwd. Kijk dan hoe vet. We staan hier nu dan op de bovenste etage. Je kan gewoon met de kids en de kinderwagen in de lift. Wauw, kijk eens, oh, een popcorn. Ja, lekker leuke popcornjes. Ja, en papa weer. Dankjewel. Ja, tactisch. Goedemiddag, stel welkom. Je voor aan onze Hi, kijkers. Ik ben Dennis, ik ben theatermanager bij Pathé Zwolle. Kijk eens wie daar is. Charlie! Oh, wauw, hallo! Die is hier, high five! Ja! Dankjewel! Hey, dat was een mooi kipje! Weet je wie dat was, Lila? Charlie! Dat is Charlie, die woont hier in de Pathé-bioscoop. Leuk, hè? Leuk, hè, Lucilla? Krijg je van mij je kaartjes, alsjeblieft. Kan jij dadelijk met mama naar de film? Wauw, dat is cool. Nee, ja, Daniel die gaat naar de première van Kappen. Ja, ik ga naar Kappen. Oh, alleen omdat wij de kinderen vinden we er iets te jong voor. Ja, maar dus die mogen tegelijkertijd weer naar buiten, zei Joost. Ja, dus wij gaan naar deze film. En jouw grote neefjes komen zo, hè? Want die kunnen wel met papa naar die film. Die zijn ouder, hè? Ik is Lua. Mag je snoepjes uitzoeken? Welke nog meer? Ben je mooi, Lucilla? Wil je ook snoepjes? Mama. Wil mama jou helpen? Kom hier. Lekkere snoepjes allemaal. Hè? Oh, wat voor kleurtjes, wat voor kleurtjes. Zo. Ja. Ga zien dan. Zo. Oh, nou, fijne filmvoorstelling, hè? Ja. Doei. Nou, hier kom je dus binnen. Hier binnen kom je boven. En hier kun je dus iets lekkers halen. En dan ga je hier door naar de kassa. Kijk, hier is de kassa gebeuren. Of in ieder geval, hier kun je naar binnen. En dan loop je hier doorheen en dan kom je hier bij hele grote roltrappen. Kijk, daar. En ze hebben hier 9 zalen waar je dus een film uit kan zien. En moet je kijken hoe prachtig uitzicht ze hier hebben. Kijk. Wauw, je kunt zelfs de paperbus zien boven. Mooi, hè? Mooi, hè? Zie je dat zo mooi? Mooi, Lucilla. Wauw. Daar is de paperbus, hè? Dat ziet er mooi uit. Hier hebben ze ook een grote kerstboom staan. En roltrappen. Hey, op de foto daar met kijken. Zingen. 1, 2. Ah, kijk dan, wat gaaf. Hey, maar schatje, jullie gaan al bijna naar de film. Jullie kwart voor 1, papa kwart over 1, Lucilla. Ja. Hey, dus heel veel plezier, hè. Maar naar welke film gaan ze eigenlijk toe? Hoe heet die film, Joost? Vaiana. Vaiana. Jullie gaan naar Vaiana. Vaiana. Oh. Hey, hier hebben jullie de film zo meteen. In zaal 2. Hey, kijk eens! Hey, mes! Ga je ook naar Vaiana?
Ja. Oh, hun ook. Hij zit in een dropsheet. Wat leuk. Ja, wat leuk. Hé, daar is Vintje. Geef Maya mee zitten erbij. Was goed? Ja? Hé, hey, Mikey. Wat een jongen. Vintje is een jongen. Het stoer. Echt, hè? Dat is leuk. Hoi. Ja, alles goed. We love going to the movies bij Pathé. Dankjewel. Ja. Alsjeblieft. Okay, dankjewel. Heel veel plezier. Bedankt. Kom maar. Ja, neem die maar mee. Neem er maar twee van mee. Kijk eens. Die is mooi. Dat is een mooie bioscoop. Groot, hè? Je moet eentje terug, mijn jongen. Eentje terug. Kom maar. Loop maar daarheen. Kom maar, loop maar daarheen. Kijk eens naast wie je zit, hé. Laat je vriendje Mason. Dat is leuk. Jullie hebben ook een love seat. Kijk eens. Dat is cool. Zo. Wauw. Nodig je vriendjes uit voor een leuk feestje. Ja, voor als je straks wil. Nou, ze zitten samen in een love seat. Ja. Hey, druifjes, papa kusje. Ja, papa gaat naar een andere film. We gaan naar kappen. Andere film met je Ryan. Ja. Ik ga met grotere neefjes naar de kappenkast. Ah, hey, dus ik zie jullie straks weer, hè? Ja. Veel plezier. Ga toch, papa. Ah, veel plezier. Nou, en ik ga nu met hun grotere neefjes Mitchell en Ryan naar de tienerfilm Kappen. En die kast gaan we straks ontmoeten, maar daar zijn de kleintjes nog te klein voor. Dus daarom gaan hun hier via naar kijken. Nou, hier zijn de grote neven. Hey Mits, hey Rijn, zin in een filmvoorstelling? Ja. Daar gaan we dan. Hey, ik heb hele mooie dansmeiden. Die gaan een show geven zo. Speciaal voor jullie. Ja. Nou, voetballers, wat willen jullie? Zoek maar uit wat je wil drinken in de film. Maar hier, zoek maar uit wat je wil. Nou, Rijn gaat zijn eigen regenboog M&M's er samen wel. Cool. Nou, eens kijken. Vet man. Hier, alle kleuren van de regenboog. En jij dan? Bazen. Nou mannen, klaar voor? Ja. Oké dan. Veel plezier. Nou, Ryan Mitchell, ik heb een privéoptreden geregeld voor jullie als YouTubers. Kom gauw. Deze show is speciaal voor jullie. Hallo meiden, zijn jullie klaar om een leuke YouTube-dans te doen? Oh, je bent van de familie. Ja, we zijn van de familievloggers. Farah zit met de kindjes in de kinderfilm. Maar jullie gaan even een dans doen. Dit zijn de grotere neefjes. Die meegaan met mij naar de kappenfilm. Maar jullie gaan even een vette film doen. Speciaal voor jullie, mannen. Speciaal voor jullie. High five! Dank jullie wel, top! Nou jongens, niet misselijk eten, hè? Nou, dit is dus de topfloor, tot en met zaal 9. Wat allemaal los ziet. Moet je die skyline zien? Het is een beetje penthouse, zo het zit in Joost. In deze film zijn Luan met Lucilla en mama nu aan het kijken. Ja, Fiana. Hey jongens, we gaan zo meteen naar de kappenkast en we gaan straks ook de acteurs ontmoeten. Hè? Dus we gaan ze wel even spotten in de vlog, toch? Mm-hmm. Nou, wij gaan naar de film. Let's go to the movies. Nou, Joost wil nog even iets gaafs vertellen. Zaal 8 en zaal 9 vindt iets heel speciaals. En wat is dat, Joost? Het Dolby Atmos geluidssysteem is een ander geluidssysteem. In totaal 56,4 geluid. Je kan op 56 verschillende plekjes in de zaal kan je een geluidje droppen. Dus je hoort letterlijk het geluid over je, boven je, achter je, om je heen. Super vet. Kijk dan, Dolby Atmos. Kijk, deze film is dus vet epic. Als je in die zaal zit,
gaat dat ruimteschip qua geluid dus helemaal over je heen. Kijk, de oude Kroon Pathé is dicht, maar jullie herinneren aan hem wel. Gefeliciteerd met jullie nieuwe Pathé, hè? Ja, dat zien we elkaar hier weer. Hier speelt de kappenfilm? Ja, nou, dan moet ik hier. Dankjewel. Ja, veel plezier. Merci. Nou, vet cool. Van Omeda. Nemen jullie wat mee, man? Mooi hoor, jongen. Nou, kijk dan. Vette love seats. Neefjes, hoe zitten die nieuwe seats? Goed. Het is echt vet ruim, hè? Dus, we gaan nu de film Kappen beleven. En na de film gaan we de meet and greet doen met de cast. Dus die filmacteurs die we nu in de film gaan zien, die gaan we zo meteen vloggen. Dus fijne voorstelling, neefjes. Ja, jongens, we kunnen ook adverteren hier op het beeld zien. Hè? Zet hier gewoon jullie voetbalclub op. De Bellinga's familievloggers.nl. Dan neefjes, proosten. Ja, tof film, hè? Jullie dat te laat zijn, sorry. Sorry, we zijn er. De kast van Kappen. Zijn er mensen die vragen hebben? Niet verlegen zijn. Iets wat je echt heel graag wil weten, dit je. Daar twijfelt een hand op. Waarom? Dat lukt het niet. Omdat hij met regisseur zit ervan. Nooit meegemaakt, maar ik heb wel een... Nou ja, of mensen in je omgeving anders naar je kijken en ineens wel mensen van vroeger ineens weer tegen gaan praten nu je op het witte doek bent. Ja, dat is wel. Ik tenminste, maar het is niet dat bijvoorbeeld mijn vrienden anders tegen me gaan. Nu zo van heus erom afspreken. Dat zijn gewoon nog steeds mijn vrienden. Nou, ik zat na de prachtige film van Kappen, naast deze dame. Stel je even voor. Hi, ik ben Merel. Ze zat heel analytisch de film te beschrijven. Wat doe jij precies? Ik ben student journalistiek op Windows en Zwolle. En we hebben volgende week praktijkweek waarvoor we een krant maken. Dus ik ben hier om een artikel te schrijven. Nou, dat is aardig gelukt. Ik zeg je te schrijven. Ja. Dus succes met studeren. Dankjewel. En, veel succes met jullie kanaal. Je bent bij deze in de vlog. Allemaal duimpje omhoog. Duimpje omhoog. We gaan naar de kast. Veel plezier. Dankjewel. Hey neefjes, gaan we naar de kast? Ja. Oké dan. Kijk, en hier is het gezellig. Hallo. Nou, we gaan even de cast ontmoeten van de film Kappenmits die we net hebben gezien. En Philip Leijn, die gaan mee. Luan, waar ben je? De Kappen de film gaan we allemaal checken. Oh, hier hebben Europa, jullie zijn de familie. Ja, oh shit, oh my god, dit is zoiets als wat ze in Amerika ook doen. Ja, we hebben een jongen. Jullie willen vast wel een mooie mannen. Dit is oranje. Dit is oranje. Wat is er op? Nou, ik weet het even niet meer. Wil jij mij helpen? Maar waar is die nou dan? Oh, dit is dus oranje. Zie je deze? Hoe heet u, clown? Ik ben clown Debbie. Clown Debbie, wat doet... En ik hou van heel veel mooie kleurtjes en ballonnetjes. Wat doet clown Debbie dat goed, hè? Wauw. Oh, bloem. Alsjeblieft. Dankjewel, clown Debbie. Goed zo. Dankjewel. Doei. Debbie is ook voor paté. Kip. Ga maar naar even kijken. Nou, we gaan even kijken waar de kip is. Het is een haan, papa. Zeg iedere keer kip, maar het is een haan. Nou, papa is dus naar de film geweest met de neefjes, de Kappen. Wij zijn naar de andere film geweest. Die was ook mooi. Daar is de kip, de haan. Kijk. Mooi, Lu. Hé, hey, zie je dat?
snuffelen? Nee, dankjewel Charlie. Hé hey meiden, hier zit de jury, hè? Ja, hier zit de jury. Nou, even wat drinken. Gezellig uitje zo bij Paté, hè? Is het gezellig nu? Ja. Hé, hey, wat had je van Mitch ook weer geleerd? Hoe ging dat ook weer, die beweging? Wat had je geleerd? De DAP. Ja, die is van jou geleerd, hè? Ja. Ja. Dat hij de hele dag, hè? Dapper. Grote kerstboom, hè? It's beginning to look a lot like Christmas. Jullie ook hier? Yay! Maar wil je ook springen of springkassen? Ja, mama! Mama samen? Mama ook de schoenen uit? Mama ook de laarzen uit? Jij ook de laarzen uit? Toep, 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 toep. Andere? Toep, 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 toep. Oeh, wat een lekker springkast is dit, joh! Oh, wat een lekker springkast! Nou, ik sta hier na een fantastische filmpremière in een nieuwe Pathé Zwolle. Hi, ik ben Dan Stillek, ik ben theatermanager bij Pathé Zwolle. Ja, en jullie zijn ontzettend juice, 9 zalen. De Kroon, de oude Pathé, had 4 zalen. Klopt. Love Seats, ik heb er net in gezeten. Echt chill. Gewoon de filmbeleving in zo'n luxueuze stoel zitten. Vond ik al een hele beleving. Yeah. Maar wat maakt jullie als Pathé Zwolle nou zo uniek? Dat we een prachtige locatie hebben, een prachtig gebouw. En dat je hier echt film kan beleven op z'n best. Grote schermen, goed geluid en dan eigenlijk met echte uitschieters wel de Dolby Atmos zalen. 8 en 9, ja, die zijn fantastisch. Dankjewel voor het gastvrije ontvangst. Doen we de deur omhoog voor Pathé Zwolle. 1, 2, 3.